Nou, ENO betekent economie en ondernemen. En het houdt in dat onze leerlingen worden voorbereid voor het mbo om daar in principe naar een administratieve richting te gaan. En dat kan nog van alles zijn hoor. Dat kan bijvoorbeeld iets zijn wat te maken heeft echt met administratie. Of bijvoorbeeld ook wat te maken heeft met verkoop. Ik heb hier specifiek voor gekozen omdat hier heb je echt heel veel aan later. Voor boekhouding en alles wat er bij de economie komt. Nou, ENO is een belangrijk profiel omdat verkopers en mensen die dingen administrateren altijd nodig zijn. Het is wel zo dat het tegenwoordig steeds lastiger wordt om daar werk in te vinden. Maar het blijft een hartstikke interessant beroepsveld. En zeker als je er goed in bent en daarin verder wilt, is daar altijd ruimte voor.